Bij Scarlett weet je altijd wat je kan verwachten. Zo gaan we je deze 30 seconden vertellen dat je bij Scarlett enkel betaalt voor wat je echt gebruikt. TV-zenders waar toch geen kat naar kijkt, die zappen wij weg. Bij Scarlett dus geen overbodige extra's of onnodige kosten en echt heel weinig soundeffectjes. Voilà, nu nog even oproepen om te surfen naar scarlett.be en onze naam herhalen. Scarlett, waarom meer betalen? Bam, 30 seconden rond. Vrekken, het is aan jullie. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Christel, ben je al ooit van gsm-operator veranderd? Ja, natuurlijk. Zo'n dieven. En van tandpasta-merk? Dat gebruik ik niet. Te duur. Oké. En van ziekenfonds? Ziekenfonds? Nee. Kijk, daar word ik pas ziek van, hè. Ja, ik zie het. Wat scheelt er dan wat? Je wordt ineens zo bleek. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de vrolijke vrekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Vanaf 9 november vind je op dit kanaal De Vrolijke Vrekken. De nieuwste podcast van het Nieuwsblad. Het is er eentje die je geld kan besparen. Heel veel geld.